Hallo, leuk dat je kijkt naar deze shoplog. Na de vorige shoplog heb ik nog een paar dingetjes bijgeshopt. Het is niet zo heel veel, maar ik wilde ze toch even een extra video laten zien. Als eerste deze broek. Deze is van Another Label. Dit is een zwarte broek, maar hij heeft gouden spikkeltjes erin. Erop. Ik krijg het niet helemaal scherp in beeld volgens mij. Deze is heel erg high waist, dat vind ik heel erg mooi. Maar hij beweegt heel luchtig. Hij is niet super wijd, maar hij heeft gewoon heel veel beweging erin. En hij sluit gewoon heel erg mooi om je buik. Het is een elastieke band. Dus ja, ik vind dit wel een heel erg leuk item. Dan heb ik nog een broek gekocht. Een spijkerbroek erbij. Deze is van Rosner. Het is eigenlijk gewoon een midrijs simpel model. Alleen hij is wel anders door het stofje. Hij heeft deze print erin. Hij is wel stevig. Hij voelt heel stevig, maar hij heeft toch wel lekker stretch erin. En hij zit echt heel erg lekker daardoor. Dus ik vind dit model echt een aanrader. Dat is deze. Nadat ik mijn kast heb opgeruimd, kwam ik erachter dat ik eigenlijk niet heel veel basics heb. Nou ben ik ook niet heel erg van de basics, omdat ik, ja, ik ben er gewoon snel verveeld door. Maar het is toch altijd wel handig om een aantal basics te hebben. Dus toen zag ik deze. Deze is van Selected Femme. Het is gewoon een basisshirtje. Een mooie pasvorm vind ik ook, omdat hij wel wat wijder valt, maar niet heel wijd. Dat is ook bij mij niet echt mijn ding. Maar deze heeft dus een heel mooi bewerkt randje eraan. En ook bij de mouwtjes. Waardoor die wel basic is, maar toch net weer anders dan het standaard. Dus daarom vond ik deze heel leuk. En ik vind dit kleurtje ook heel erg leuk voor de zomer. Ik zie het heel veel in de winkels. En het is een kleur die mij altijd wel heel erg goed staat. En die ik gewoon heel erg fijn vind om te dragen. En het geeft zo lekker warmte in je outfit mee voor de zomer. Dus trouwens ook voor de winter, want dan draag ik de kleur ook graag. Dus het slaat weer nergens op. Maar goed, ik ben dus heel blij in ieder geval met het kleurtje. Nu kwam ik er met mijn shoe stash video die ik pas heb geplaatst. Als het lukt, kijk ik of ik hier ergens in beeld een linkje kan plaatsen. Of misschien aan het einde van de video. Maar toen kwam ik erachter dat ik de laatste jaren wel veel enkel laarsjes en laarzen heb weggedaan. Maar eigenlijk niet heb teruggekocht veel. Dus ik had daar vrij weinig in. Terwijl ik ze wel heel graag draag. Dus daar heb ik ook van beide een paardje van bijgekocht. Ze zijn allebei van Steve Madden. Dit is de eerste. Deze rode soklaars. En hij heeft hier er gaatjes in. En hier is hij gewoon dicht. Het is dus een stoffen laars. Met wel een redelijke hak. Ik vind ze heel erg mooi zitten. Ze dragen ook fijn. Ik heb ze natuurlijk even uitgetest. Of ze goed zaten. Dus. En ik vind het gewoon een lekker kleurtje. Lekker opvallend. En ja, top. En doordat het sluit aan je been vind ik het ook mooi onder heel veel outfits. Want sommige laarzen zijn leuk als ze openstaan. Onder ook bijvoorbeeld een korte broek of een jurk of wat dan ook. Maar heel veel laarsjes ook niet. En omdat dit dan beter sluit, vind ik dit wel onder al die dingen ook heel erg leuk. Dus ja, ik word hier heel vrolijk van. En dan alweer het laatste item van deze korte shoplog. Ook van Steve Madden heb ik deze laarzen. Dit zijn overknee laarzen. Ze hebben een redelijke hak, maar wel een hele stevige hak. Mooie punt. Ja, en verder is het gewoon een simpele laars. Ik vind de kleur heel erg leuk. Grijs. En dat had ik eigenlijk ook niet meer. Dus ja, ik kan er niet heel veel over zeggen. Het zijn deze dus. Dat was alweer het einde van deze video. Leuk dat je gekeken hebt. Laat natuurlijk ook even een duimpje achter. En vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Dat kan hieronder en hierna komt er ook een button in beeld. Daar kan je ook op klikken. Dat is natuurlijk helemaal top. En dan zie ik jullie de volgende video die online komt. Doei!